Hey, ik ben Kifser en in mei ga ik voor de allereerste keer gaan stemmen. Om meer te weten te komen over de verschillende partijen, ga ik met hen skypen. Ik vroeg me af of ik als jongere nog een betaalbare woning ga vinden. Eens zien of ze mij kunnen beantwoorden binnen de 15 seconden. Oké. Ja, dus als ik op uw partij stem, ga ik dan binnen enkele jaren als student of als net afgestudeerde een betaalbare woning vinden? Ik vind dat een van de belangrijkste uitdagingen die er zijn, dat wonen betaalbaar blijft. En zeker jonge mensen of mensen in de steden, daar willen we volop op inzetten, dat het wonen in de stad betaalbaar blijft, zeker ook voor jonge mensen. Dus ja. Als ik op u stem, ga ik dan binnen enkele jaren als student of als net afgestudeerde een betaalbare woning vinden? Dat hoop ik wel, omdat we eigenlijk daar toch veel accenten gaan opleggen. Dat betekent, je hebt de woonbonus, dat is een aftrekbaarheid van als je een woning koopt. En nu wordt de huurwetgeving geregionaliseerd, dat gaat naar Vlaanderen. En daar willen we toch een aantal. Als ik op uw partij stem, ga ik dan binnen enkele jaren als student of als net afgestudeerde een betaalbare woning vinden? Wel, ik denk niet dat je specifiek voor jongeren woningen moet goedkoper gaan aanbieden. Je moet er gewoon voor zorgen dat er genoeg sociale woningen zijn. Ik hoop dat jongeren daartoe niet specifiek zich een toevlucht moeten zoeken. Als ik op uw partij stem, ga ik dan binnen enkele jaren, als student of als net afgestudeerde, een betaalbare woning vinden? Ja, dat gaat natuurlijk niet zo snel, maar we hebben wel plannen om dat te doen. Onder andere om door creatieve woonvormen te stimuleren. Vandaag is het heel omslachtig en heel moeilijk om met verschillende mensen samen in één project te stappen en verschillende wooneenheden te creëren. En hoe gaan jullie dit doen? We worden straks bevoegd ook in Vlaanderen om de woonbonus uit te keren. We moeten echt zorgen dat die terechtkomt bij de mensen die wonen en willen renoveren. Op plaatsen waar ruimte is, in steden staan zoveel panden die moeten verbouwd worden, maar veel mensen hebben daar niet de middelen voor. Dus jullie gaan er eigenlijk voor zorgen dat er meer gebouwd kan worden? Dat er vooral meer gerenoveerd kan worden, ook in de stad. En dat we, als we steun geven aan mensen, of aan jonge mensen ook, dat die ook daarvoor gebruikt wordt. En dat is een van de voorstellen, een van de oplossingen op de te dure woningen? Ja, te dure woningen of te weinig inkomen. Het is altijd goed dat je het wilt zien. Dus als je meer woning is duur in verhouding tot je inkomen. Jonge mensen hebben geen groot inkomen, moeten plots huren. En dus je kunt maken dat de huren niet te veel stijgen. Maar je kunt ook tegelijkertijd zorgen dat de inkomsten. Nadat ik klaar ben met studeren, als afgestudeerde, ja, als werkende. Als je begint te werken, zou je minder belasting betalen tot je 30 bent. En dus heb je wat meer inkomen. En daarmee betalen we de huur. En we hopen dat die huur door een aantal maatregelen ook eigenlijk wel beter betaalbaar zou kunnen zijn. Dus u wilt eigenlijk als partij, niet enkel voor de jongeren, maar voor alle mensen in het algemeen, de woningen goedkoper maken? Ja, we willen het eigenlijk vooral eenvoudiger maken. Eén, op het vlak van de vergunningen, hè, wanneer dat je een woning zou bouwen. Twee, we willen er ook voor zorgen dat diegenen die het echt nodig hebben, dat die een toevlucht kunnen zoeken tot de sociale woningmarkt en dat het profiet daar gaat. Dus jullie gaan de woning betaalbaar maken door andere vormen te laten ontstaan, zoals co-wonen? Ja, bijvoorbeeld. Daar veel meer in. En ook, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan daar natuurlijk niet één antwoord op geven. Er is niet één wondermiddel. Dus je moet op verschillende dingen inzetten. Een andere mogelijkheid is via sociale verhuurkantoren. Mensen die huiseigenaar zijn, aanzetten om een huis te En wel, mevrouw Almatje, dank je wel voor het gesprek. En ik hoop dat we in de toekomst nog zullen skypen. Absoluut, dat doet u maar. En geef u dan maar uw Skype-adres zelf. Dan kan ik u zelf skypen. Ah, voilà, perfect. Kan ik kan ook een keer een vraag stellen, hè. Dat is goed. Ik dank u voor het gesprek. Veel succes, dank u. Dank je, dag.